In deze video ga ik je een aantal tips geven voor als je lopend wilt filmen. Bijvoorbeeld wanneer je lopend wil vloggen. Hoi, ik ben Gietje van de Videomakers, het kanaal waar we jou helpen bij het maken van betere video's. Wil je daar nooit meer iets van missen? Abonneer je dan zeker eventjes op ons kanaal. Dat kan natuurlijk door op die mooie grote abonneerknop te drukken. En als je er toch bent, druk dan ook even op het belletje. Want dan krijg je elke keer een notificatie als er een nieuwe video online komt. En in deze video wil ik het dus eigenlijk hebben over lopend filmen. En ik ga niet alle manieren met je bespreken om een video te stabiliseren. Daar hebben we straks een hele mooie losse video over die gaat risken maken. Waar ik vooral op in wil gaan is op het moment dat je wil vloggen of bijvoorbeeld reisvideo's wil maken met een kleinere camera. En je bent veel snel uit de hand aan het filmen tijdens het lopen. Dus bijvoorbeeld omdat je een wandeling aan het maken bent en dan eventjes zo zelf vloggend in de camera iets wilt zeggen. Of omdat je achter een gids aan loopt en daar eventjes snel een shot van wil maken. Het eerste waar ik naar zou kijken als je uit de hand gaat filmen is om te kijken of je camera een interne stabilisator heeft. En er zijn heel veel camera's die dat hebben. Smartphones hebben vaak, zeker als het nieuwere smartphones zijn, interne stabilisatie. Ook dit soort kleine cameraatjes. De nieuwere GoPro's, die hebben ook een interne stabilisator. En als je een camera hebt met een losse body en een losse lens die je in elkaar kan zetten, dan kan het ook nog zijn dat je camera stabilisatie heeft en je lens stabilisatie. Dus dan moet je ook weer kijken als je die allebei aanzet of ze het met elkaar ook wel goed doen. Waarom zeg ik dit nou? Op het moment dat je met een wat kleinere camera gaat filmen, hè, met echt een vlogcamera of met je telefoon, dan krijg je al snel een beetje zo van die kleine schuddende bewegingen. Omdat je nou eenmaal gewoon een wat kleinere camera gebruikt. Dus je ziet de bewegingen van je hand dan heel goed. En ja, daar wordt je beeld gewoon een stuk minder mooi van. Ik vind het echt zonde als jij jezelf in beeld brengt en je ziet eigenlijk, ik doe het eventjes heel overdreven, de hele tijd dit. Nou zal je dat op zo'n klein schermpje, op zo'n kleine camera niet heel snel zien. Maar op het moment dat je het gaat inladen in de computer, dan wordt die beweging al meteen een stuk groter. En ik vind dat interne stabilisatie, kan dat er heel goed uithalen. En het is een hele simpele manier om dat te doen. En wat ik ook merk is dat het bij veel camera's niet automatisch aanstaat. Of dat het dan in je telefoon niet automatisch aanstaat, terwijl het wel kan. En daarom zeg ik het, ga er eventjes naar op zoek en zet dus die interne stabilisatie aan, want dat scheelt gewoon al heel erg veel. Nu kan het zijn dat je meerdere soorten stabilisatie hebt. Ik heb bijvoorbeeld in deze camera heb ik drie verschillende manieren, zeg maar. Dus dan is het een soort van, volgens mij gaat het van een beetje actief stabiliseren naar heel erg actief stabiliseren. Dan is niet het hoogste altijd het beste, heb ik gemerkt. Want ja, hoe meer die een soort van dat beeld stabiel moet houden, hoe harder die daar ook voor moet werken. Dus dan kan het zijn dat hij bijvoorbeeld ineens zo'n soort van gek schietertje gaat maken. Dus op het moment dat je meerdere opties hebt in stabiliseren, dan zou ik zeggen, test het even uit. Dus film jezelf met je camera, loop een stuk en doe dat op al die verschillende niveaus en kijk vervolgens op groot scherm, niet op het schermpje van je camera, maar echt op groot scherm, wat de verschillen zijn en hoe dat eruit ziet. Het werkt om met een wijdere lens te filmen. Een wijdere lens is dus een lens die bijvoorbeeld meer dit, zeg maar, allemaal vastlegt in plaats van dat je heel erg inzoomt en weet je wel, dat filmt. Op het moment dat je dat gaat doen en je maakt een hele kleine beweging, dan wordt het al snel een hele grote beweging. Dan gaat dat echt heel erg op en neer. Terwijl op het moment dat je heel wijd filmt, dan is een kleine beweging, heeft veel minder invloed op je beeld. Daarnaast is het zo dat op het moment dat je jezelf filmt en je doet dat zo vanuit de hand, dan heb je ook wel een beetje een wijde lens nodig. Want op het moment dat je nu heel erg bent ingezoomd, dan zit je bij wijze van alleen maar naar mijn oog te kijken, terwijl je mijn gezicht wilt zien en ook nog een beetje van de omgeving. Dus die wijde lens die doet in principe twee dingen. Die zorgt ervoor dat jij zelf, zeg maar, goed in beeld bent voor de camera. En die zorgt ervoor dat als je een klein beetje beweegt, dat het ook wat minder erg is. En ik liet het je net al eventjes zien. Ik had nu een camera vast met daaronder een klein gripje. Dit gripje hebben wij trouwens gekregen van Mavico. Moeten we er altijd even bij zeggen, dus dank je wel daarvoor. En ik dacht vroeger altijd, maakt dat nou heel erg veel uit? Als je nou een camera zo aan de zijkant vasthoudt of dat je hem zo met een gripje vasthoudt, maakt dat nou zo'n enorm verschil? En toen wij laatst een vlog gingen maken en we dus echt inderdaad onszelf gingen filmen, toen zag ik hoeveel verschil het maakt. Want op het moment dat je zo die camera vast hebt, dat is toch een onlogische hoek voor je arm en dan krijg je toch al sneller dat wat meer gaat bewegen. En dit is gewoon, ik kan je ook wel voorstellen, zo'n
vuist naar voren, dat is gewoon veel sterker, veel steviger. Dus dit geeft veel minder beweging. Dus ja, het is heel suf. Het doet zelf misschien verder helemaal niks. Maar gewoon het feit dat je er iets onder zet wat je zo vast kan houden in plaats van zo, maakt echt verschil. Dus weet je, al koop je maar gewoon zo'n goedkoop statiefje wat je eronder zet, dit kan al verschil maken. En je hebt daar dus allerlei verschillende varianten van. Ik liet je net dus deze zien, maar ik heb bijvoorbeeld ook deze. Die heb ik ooit gewonnen en hier kan je dan je smartphone insteken. Deze is ook nog wel leuk om eventjes te laten zien. Deze heeft lucht in zich. Dus die kun je niet alleen gebruiken als een soort van mini selfie-stickje. Maar die kan je ook weer onder je GoPro vastmaken. En als je dan onderwatershots maakt en je laat hem per ongeluk vallen, dan komt hij weer zo boven water drijven. Ja, superhandig. Wat je ook nog kunt doen op het moment dat je een stap verder wilt gaan, is in plaats van zo'n gewoon gripje gebruiken, echt een hele, ik ga hem er even bij pakken, gimbal gebruiken. Dus dit is echt een actieve stabilizer. Dus nou ja, die doet niks qua stabilisatie. Deze, als je je telefoon instopt dan, en je zet hem aan, dan gaat hij in principe actief zeg maar meedoen om schokjes op te vangen. En je ziet nu al dat ik het een beetje zo zelf aan het doen ben. Je zou zeggen, kan je hem niet gewoon even aanzetten en het laten zien? Maar ik heb deze al heel erg lang en ik heb hem ook een hele tijd al niet meer gebruikt. En hij is van DJI en ik heb nog wel eens ruzie met de batterijen van DJI. Ik ook. Risk ook. Die gaan dan stuk als je ze een lange tijd niet gebruikt. Dus je raadt het al, de batterij hiervan is stuk. Dus hij doet het niet meer. Maar ik heb hem nog wel, dus ik kan hem je nog wel laten zien. En zo'n gimbal, ja, ik heb hem dus in het verleden wel gebruikt bij mijn telefoon. Om dus inderdaad gewoon stabielere shots te maken. Ik merk nu met echt zeker ook nieuwere telefoons dat die interne stabilisatie eigenlijk ook al heel erg goed is. Dus als ik me dan afvraag of je dit nog echt nodig hebt. Ik heb het gevoel dat dat eigenlijk dan nog wel meevalt. Dat je interne stabilisatie van je telefoon al zo goed kan zijn dat dit niet heel veel meer toevoegt. Behalve dat het gedoe is. Want je moet dit ding dus dan de hele tijd vasthouden. Het is zwaarder. Je moet dan de hele tijd opbouwen en weer afbouwen. En dan gaat hij weer uit. En dan, weet je wel. Dus ja, het voegt gewoon extra gedoe toe aan je filmdag. En dit is niet heilig. Als in, als je loopt, dan kan het nog steeds zo zijn. Ik loop best wel hoekig en bonkig. Dus ik loop best wel een beetje zo. Ja, die dreunen, zeg maar, die kan die er nog steeds niet uithalen. Dus je moet nog steeds wel een soort van moeite doen om een goed shot te maken. Het is niet zo dat je dit ding vasthoudt en dan gewoon een soort van zo kan gaan lopen en dat het dan allemaal goed komt. Zo werkt het niet. Dus ook met dit ding zal je nog steeds zelf wel ervoor moeten werken om een mooi shot te maken. Ik heb het nu veel over kleinere cameraatjes, over je smartphone of over vlogcameraatjes. En eigenlijk, de tip die ik je nu gegeven, daar heb je dus niks aan als je dat soort camera's hebt. Maar het helpt gewoon om een grotere camera te hebben. Want met een kleinere camera, die zijn lichter, dus die nemen de trillingen van je hand veel makkelijker over. Terwijl een grote camera die je bijvoorbeeld op de schouder zet, ja, je kan je voorstellen dat je daar niet zeg maar dit mee krijgt qua schudden, maar dat dat meer een soort van zo'n logge walrus op en neer gaat. Dus dat hij dan misschien wel beweegt, maar niet die hele kleine irritante bewegingjes krijgt. Nou, hier ga ik dus niet super diep op in, maar Riske, die heeft een video over stabiliseren in het algemeen. En die werkt meer met grote camera's, dus die zal in die video daar nog wat meer over vertellen. Ik had het er net al een beetje over. Ja, tenslotte kom je er gewoon echt niet onderuit dat op het moment dat je jezelf al lopend uit de hand aan het filmen bent, of je loopt achter iemand aan die je wilt filmen, dat je er gewoon rekening mee zal moeten houden met de manier waarop je loopt. Dus hè, in het geval dat je jezelf filmt, heb je gewoon de camera meestal in één hand. Daar kom je niet echt onderuit. Als iemand anders filmt, dan kan je hem nog in twee handen nemen voor extra stabiliteit. Maar vooral zal je er met het lopen gewoon rekening mee moeten houden dat je niet bonk, 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 bonk echt dat doet. Maar dat je misschien gewoon iets rustiger loopt en iets gecontroleerder loopt. Ik zeg dit ook een beetje tegen mezelf, omdat ik dus best wel bonkig loop. Waardoor je dus niet de hele tijd zo die slag in je beeld krijgt. Want dat zie ik bij mijn eigen beelden nog wel eens terug. Dat ik echt krijg dat ik elke keer een soort trilling krijg op het moment dat ik een voet op de grond zet. Ja, en als je loopt dan gebeurt dat gewoon best wel regelmatig. En dat kijkt gewoon heel erg onrustig. Dus zorg er gewoon dat je er tijdens het lopen ook rekening mee houdt met de manier waarop je loopt. En tenslotte kun je dus nog overwegen of je jezelf wel lopend uit de hand wilt filmen of niet. Want ook dat is ja, een keus die je kan maken. Ik heb het in onze vlog wel gedaan. Ik wijs even omhoog omdat ik daar de vlog eventjes zal linken voor jullie.
Daar loop ik en vlog ik tegelijkertijd. Maar met mijn reisvideo's doe ik het vaak niet. Omdat ik dus merk dat ik het al heel snel heel erg onrustig vind worden. En dat ik het wel lekker vind om iets meer soort van... Ja, niet de onrust van een video te zoeken in dat ik mezelf uit de hand film. Dus wat ik dan vaak doe, is gewoon de camera ergens neerzetten. En wel mezelf filmen, maar gewoon de camera op een statiefje ergens opzetten. En er dan voor gaan staan. En dan bijvoorbeeld een introductie of een outro doen. Of eventjes vertellen wat ik ergens over denk als ik dat tussendoor wil doen. Omdat ik dat en veel rustiger vind kijken. En wat ik lastig vind op het moment dat je jezelf uit de hand filmt. Dan moet je niet alleen rekening houden met de stabiliteit. Je moet er ook voor zorgen dat je de hele tijd in beeld bent. Dat je niet een soort van half ergens... nog één oog ziet en dat je verder de lucht aan het filmen bent. Dat moet je eigenlijk ook nog in de gaten houden. Terwijl je eigenlijk alleen maar je wil concentreren op tegen de camera praten. Dus ik vind het gewoon zelf het rustigst om hem neer te zetten. En ik vind het rustigst kijken om hem neer te zetten. Maar dat is dus iets wat je voor jezelf kunt afwegen. Er zijn ook mensen die zich misschien wat prettiger voelen of wat makkelijker comfortabel voelen bij en filmen en lopen tegelijkertijd en dan gewoon... Ja, ik weet niet, wat meer ruimte over hebben of zo, om dat tegelijk te kunnen doen. Dat is nog ook wat ik je mee wil geven. Denk niet dat het moet, het lopend filmen, ook niet als je aan het vloggen bent. Je kan ook zeggen, ik zet mijn camera gewoon af en toe eventjes neer. Ik heb het in deze video nu dus ook een aantal keer gehad over het filmen op reis en over mijn YouTube reiskanaal. Wil je nou meer weten over het maken van reisvideo's? Want dat is echt nog wel een kunst aan zich, zeker omdat je dan... iets aan het filmen bent wat je meemaakt en je wil ook nog eens mooie shots maken en je wil dat ook nog eens in de montage tot een goed geheel brengen terwijl je geen script hebt. Nou, dat is best wel ingewikkeld, maar ik heb in die cursus voor jou een format en aan de hand van dat format zul je zien dat je video's echt, gewoon veel makkelijker een succes worden. Dus wil jij dat ook? Kijk dan zeker eventjes in onze shop hierboven naar onze cursus reisvideo's maken. Ik hoop dat je heel veel hebt gehad aan deze video. Mocht je zelf nog tips hebben die ik nu niet benoemd heb, laat ze zeker weten hier beneden in de comments. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.